Het herenteam van Tafeltennis Zwolle ligt op koers voor het kampioenschap. De mannen hebben een flinke voorsprong op de nummer 2 en dus longt promotie naar de eredivisie, het hoogste niveau. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk weer. Vorig jaar zijn we dan gedegradeerd uit de eredivisie en willen ze snel mogelijk weer terug. En dat gaat hartstikke goed op deze manier. De 15-jarige Bas Hergeling is veruit de jongste van het team, maar speelt er niet minder om. Hij kijkt ook uit naar de promotie. Ja, ik vind het wel leuk. En als ze eredivisie spelen, dan nog leuker. Veel meer ervaring dan. En dan ja, vind ik wel leuk. Ik denk dat we wel kansen maken om erin te blijven. Omdat we nou met Basje erbij toch een hele goede aansluiting hebben onderin. Dus nou, Basje ontwikkelt zich heel erg goed. En we zullen zien waar het schip strandt eigenlijk. Als we kampioen worden en promoveren natuurlijk. Dan zal wel een uitdaging worden om erin te blijven. Maar ja, ik denk niet dat dat moet kunnen. Zaterdag trad Heren 1 aan tegen Pekels 2 uit Oegstgeest. Het tafeltennisteam bestaat uit 4 leden, waarvan er 3 per keer spelen. Dit keer waren dat Gerben Last, Robert-Jan van der Heijden en Bas Hergeling. Voor Robert-Jan is tafeltennis een manier van leven geworden. Ik speel al sinds mijn 6e, dus het is voor mij echt een verslaving geworden. Ik kan niet meer zeggen van waarom ik hier ooit mee ben begonnen, dat weet ik niet meer. Maar het is inmiddels echt een verslaving geworden. En het spelletje blijft gewoon ontzettend leuk. Ja. De competitie is onderverdeeld in 2 pools. Als Heren 1 kampioen wordt van pool A, moeten ze een promotiewedstrijd spelen tegen de winnaar van pool B. De winnaar van die wedstrijd mag dan eredivisie spelen.